I just wanna roll like down. I just wanna roll like down. Music. Touched down in the city with some weight on my back. Been at it all year, putting weight on my tracks. Been running like the Flash, trying to get some time back. Pedal to the metal, hoping that I don't crash. So loud in my mind, more on my plate. Know I had to make the move, yeah, you know I couldn't wait. Popping overseas, honest ever in the States. Even though it's been a minute since I've been up on stage. Now I'm cruising down the I-5. I've been so caught up in my grind. It's been hectic trying to find time. Sorry if you miss me on my line. I've been smoking, I've been drinking. They say I do too much thinking. I know they're right, I just lose sight. Guess I'm lost in my thoughts tonight. I just wanna roll like them. Doing shows, living on the road like them. I just wanna roll like them. Bands at the door in the cold like them. I just wanna roll like them. Doing shows, living on the road like them. I just wanna roll like them. Fans at the door in the cold. Oké jongens en meiden, vooral jongens natuurlijk. Dit was een transformatievideo van mij. Zoals je weet, ik heb geen verstand voor fitness. Ik doe maar wat, ik heb alleen maar vetspieren. Ik ben alleen maar dik. Maar als je toch nog geholpen wilt worden door mij of wat dan ook, kun je natuurlijk naar www.itsterik.nl gaan voor schema's en begeleiding. Pas op, want ik weet helemaal niks van fitness en ik heb alleen maar vet. En weet je, dit is allemaal alleen maar vet wat hier zo zit. Nee, een beetje ouwe mag natuurlijk wel. Ik vind de haat trouwens ook niet erg. Ik weet gewoon dat de meeste abonnees gewoon wel beter weten. En weet je, als jij bro science wil geloven, zeg maar, als jij domme mythes en zo wil geloven, nou dan doe je dat maar. Dan geloof je niet wat Dario zegt. Want ik lieg alleen maar en ik weet niks van fitness, dus dat zou ik ook niet doen. Maar sommige ouwe. Ik vond de afgelopen 4 weken droogtraining niet zo leuk, maar uiteindelijk ben ik toch wel ergens blij dat ik het heb gedaan. Want ik heb op de laatste vlog nog best veel comments en zo feedback gekregen van dat mensen het wel echt konden waarderen dat we het hebben gedaan. Dat we deze vlogs hebben gemaakt van droogtrainen. Hopelijk gaat de transformatievideo mensen een beetje inspireren. Want dat je in 4 weken een realistisch resultaat kan neerzetten. Dat was echt 8 à 9 kilo of zo. Dus daar ben ik gewoon blij mee, weet je. Ik ben echt. Dus weet je, dat kan iedereen. Ik kan het niet alleen, ik kan letterlijk iedereen. Het is niet dat ik specialer ben. Ik neem geen drugs. Ik neem geen steroïden. Ik neem geen gekke dingen. Het is gewoon letterlijk diëten. Onder je calorieën zitten. En weet je, en niet cheaten. Niet cheaten. Focus op je grotere doel. Laat jezelf niet afleiden. Laat niet, weet je, die bak chips is lekker. Die kapsalon is lekker. Maar focus op het grote doel. En dan komt het goed. En als je dat zelf niet kan, dan moet je naar www.itsterik.nl gaan. En dan help ik je. boys, het is nou trouwens, het is het laatste wat ik ga zeggen. Het is nou 1 dag verder. Gisteren na de transformatievuur was ik gelijk gaan uit eten. Ik heb daar misschien wel 4 à 5000 calorieën gegeten. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou nog steeds even goed eruit zie, maar komt goed. Love voor allemaal, love voor alle abonnees, love voor iedereen die like geeft, iedereen die comment, weet je. Echt bedankjewel, dankjewel, dankjewel, want jullie zijn de reden waarvoor we het doen. En zonder jullie zou het niet mogelijk zijn geweest en is iets stelling niet mogelijk. Dus echt oprecht, love naar alle abonnees. Boys, peace.